Ik werk zelf bij de recherche, de districtsrecherche. En de districtsrecherche is onderdeel van de politie en die behandelt zware criminaliteit. Dan heb ik het over moord, verkrachting, ontvoering, vrouwenhandel. Ja, dat neem je dan allemaal mee naar huis en dan zoek je dan zeg maar een uitlaatklep om dat kwijt te zijn. Toen dacht ik van nou, ik ga schrijven. En ik heb geschreven voor het personeelsblad en dat was zo leuk dat ik op een gegeven moment besloten heb om een cursus te volgen, literatuur, te kijken wat daaruit voortkwam. En op een gegeven moment stuurde ik mijn eindscriptie in naar een uitgever in Antwerpen, Mantouw. En die zei van, nou het is zo leuk. En die hebben er onderstreept met een contract. Ik schrijf meestal boeken waar jongeren of dader of slachtoffer in zijn. Voor mij is het allemaal heel gewoon. Ik zie criminelen steeds jonger worden. En dan is het, ja, ze romantiseren vaak de misdaad. En meestal zitten er consequenties aan. En ik kan duidelijk in mijn boeken de consequenties aangeven. Dat het inderdaad niet zo stoer is om dat te doen. Dit vind ik echt een heel leuk boek. Ontvoerd van Helen Vreeswijk. Je kan je heel goed herkennen in zo'n boek, omdat het meisje een meisje is van mijn leeftijd. Ja, als je dat dan zo leest, dan alleen, dat zou bijvoorbeeld ook met u of uw vriendinnen kunnen gebeuren. Je wordt helemaal meegesleurd in het verhaal en het wordt moeilijk om te stoppen met lezen. Ja, bijvoorbeeld nu overdosis, van, het gaat over met drugs op feestjes en zo, en experimenteren. En ik denk ook wel dat er veel van onze leeftijd zijn die dat dan ook zelf allemaal proberen en zo. En als je daar dan wat meer over weet, is wel belangrijk. En als je meer wilt, moet je het combineren met iets sterkers. Wat dan? Wilde Erik weten. Een pilletje, speed of GHB? GHB? Herhaalde Emma bedenkelijk. Dan meng je met frisdrank. Echt heftig spul, antwoordde Pim Wijs. Geweldige druk. Ik beschrijf mijn onderwerpen gedetailleerd. Door duidelijk uit te leggen van het ziet er wel heel wijs uit en heel heftig. Maar als je doorleest, weet je gewoon dat het troep is. Per 1 januari ben ik gestopt bij de recherche omdat ik meer tijd heb voor mijn hobby's. En ook meer tijd heb om te schrijven. Omdat ik het eigenlijk meer moest, in mijn gevoel moest afraffelen, dat boek. Omdat ik ook met mijn werk zat en ik gewoon in tijdnood kwam. En nu heb ik gewoon meer tijd om meer zorg te besteden aan mijn boeken. En ook een beetje meer te relaxen in mijn leven.